de hele wereld is fucked up. Dus, nou, mevrouw, we zijn hier in Bloemendaal, dat vind ik best meevallen. Ja, hier in het reservaat is inderdaad, valt het reuze mee, ja. Nieuws. Ja, Marlies, jij bent fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal. En in Bloemendaal komen er waarschijnlijk 90 asielzoekers en er is niemand blij mee. Dat klopt. Ja, dat klopt. Want jullie hebben het al heel zwaar hier in Bloemendaal. Heel zwaar, ja. Er komen hier 90 asielzoekers naar Bloemendaal. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, leg eens uit. Zijn het asielzoekers of zijn het gelukzoekers? Dat vind ik altijd zo moeilijk. Het is goed bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben. En daar is het ook prima voor, denk ik. En ook voor mensen die hier aan het werk willen. Omdat misschien een deel van de Nederlanders zelf heel relaxed achteroverleunt met de uitkering en gewoon niet aan het werk wil. Die speelt ook mee. Maar er komt natuurlijk bij alle goede dingen, komen er ook slechte dingen binnen. Maar ja, waar moeten ze dan heen? Ja. Ik bedoel, de hele wereld is fucked up. Dus, nou, mevrouw, we zijn hier in Bloemendaal. Ja. Dat vind ik best meevallen. Ja, hier in het reservaat is inderdaad, valt het reuze mee, ja. Maar kun je dan eens wat argumenten opnoemen waarom de mensen in Bloemendaal er zoveel moeite mee hebben dat er maar 90 asielzoekers komen? Maar 90, het zijn alsnog natuurlijk 90 mensen. En ik kan me enerzijds ook wel voorstellen dat dat echt op problemen stuit. Omdat er veel... Kijk, de bevolking is er een beetje klaar mee, denk ik, zo langzamerhand. Er komen wel heel veel mensen ons land in. Ja, want hoeveel mensen zijn er nu in Bloemendaal? Hoeveel asielzoekers? Ja, honderden. Tenminste, asielzoekers niet, maar statushouders sowieso. Wij leven hier natuurlijk in een reservaat gewoon. Dat is het. Ja, dat is wel zo. Heel beschermend. En dan komt het ineens iets tussen wat anders is. Vindt u het eng als er 90 asielzoekers komen? Het ligt eraan hoe ze opgevangen en gespreid worden. En wat ik in de krant heb gelezen is dat het heel erg geconcentreerd is. En dat lijkt me minder gewenst. Mensen zijn bang omdat er ook bijvoorbeeld 30 jonge mannen tussen zitten. En dan zeggen van daar heb ik moeite mee. Waar zijn die vrouwen dan waar ze voor vechten? Ga je land opbouwen? Dat is altijd wat ik denk. Ja, de bezwaren zijn die wij horen zijn veiligheid. Mensen vrezen toch dat er misschien criminaliteit uit voortkomt. En dat is misschien ook niet helemaal onterecht, want daar lees je natuurlijk ook over in de media. Winkelsdiefstal, fietsen, nou ja, de barstje van de spullen die je kan jatten. Denk dat dat ergens is, weet niet verder. Persoonlijke ongelukken denk ik niet. Overlast. Waar zou je dan eventueel bang voor zijn? Nou, dat ze lastig gaan vallen. En inbraaktoestanden en criminaliteit. En dat is dan minder, hè? Het kan natuurlijk niet dat het hier zo vol wordt dat we helemaal geen deel van leven meer hebben. Nee, want hoe erg is al de kwaliteit van leven in Bloemendaal? Nou, dat is goed. Oh, dat wel? Ja, ik... Maar hebben we het dan over angst voor Oekraïense vluchtelingen, Noord-Afrikaanse vluchtelingen? Oekraïense vluchtelingen heb ik de mensen nog nooit over horen klagen. Dan hebben we het over Algerijnen bijvoorbeeld. Algerijnen, inderdaad. Alhoewel de regering Algerije aanmerkt als onveilig land. En wij bestrijden dat. Maar ook Marokkanen. Dus mensen die hier niets te zoeken hebben, omdat ze gewoon geen vluchteling zijn. Ja, die moet je niet, wat ons betreft, niet onderbrengen in gemeenten. Dus die veilige landers, daarvan wil de staatssecretaris van de Burg ook dat we die gaan opvangen. En wij zeggen nou absoluut niet in Bloemendaal. Dat willen we echt niet. Stuur ze maar lekker naar Ter Apel. Waar ze ook zijn, maar dat maakt niet uit. Dat is een taak voor de gemeente. Ja. Of voor het Rijk, moet ik zeggen. Voor het Rijk. Ja. Als ze maar niet hier in Bloemendaal zijn. Niet in Bloemendaal, nee. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken. Maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.